De minuut stilte in de Sint-Martinuskerk in Leiden grijpt naar de keel. Hier en daar wordt nog een traan weggepinkt. De shock van de aanslagen in Brussel is nog steeds niet verteerd. Vooraan aan het altaar de pastoor, maar ook niet alledaagse gasten. Zo is er een afvaardiging van de boeddhistische gemeenschap. We zijn misschien van verschillende achtergronden, maar we hebben toch samen een heel belangrijk iets gemeen dat we samen proberen met deze moeilijkheden om te gaan en een goede samenleving op te bouwen. En ook de pastoors hier hebben ook aangegeven dat ze graag zouden willen dat we meedoen. Ik heb daar zeker, ik doe daar graag aan mee. Dit moeten we samen doen. Naast de boeddhistische gemeenschap is er ook een atheïst aanwezig. Hij brengt een gedicht en sluit die af met de Arabische aanbidding die vooraan de Koran staat. Een beetje met een cynische verwijzing ook naar wat religies vaak doen en misbruiken om een aantal van zogezegde volgelingen voor hun kar te spannen en daar dingen te doen die eigenlijk niet meer menselijk zijn. Op het einde laten diaken kaarsen branden, één voor elk slachtoffer van de aanslagen in Brussel.